Heb Luc al aan de telefoon gehad van de stichting MIEP? Ja. Ik krijg nou op maandag hulp en op woensdag hulp. Want ik had iemand mijn huissleutels gegeven. Deze bos, dezelfde bos, ja. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. Ja, het is al laat. Tenminste, wat heet het? Het is 4:15 op de computer. En ik pak jullie er nou pas bij. Ja, ik was ook niet vooruit te branden, want gisteren een hele gigantische drukke dag gehad. En dan krijg je de dag daarna de rekening gepresenteerd. Ja. Dus... Ik ben nog niet zo lang uit bed. Ik had knalende hoofdpijn, misselijk beroerd. Eén keer heb ik boven het wc gehangen. En ja, niet fijn, nee. De meiden die zijn er al een aantal keren ook in de tuin geweest. Ik heb ook heksen wel uitgelaten één keer. Daarna ben ik weer thuisgekomen, heb ik weer uitgekleed, ben ik weer naar bed gegaan. Ik denk, bekijk het allemaal maar. Ja. En nou moeten ze er weer nodig eruit. En dat gaan we ook lekker doen. Maar het is wisselvallig weer. We hebben net een beste hagelbui gehad. Ik denk, zo dan. Nou, niet fijn dus. Ik hoop niet dat ik dat ook zo op mijn hoofd krijg. Daar is lucht donker. En daar is lucht blauw. Ja, en daar is die donker. Dus ja, we wachten het af, we gaan er gewoon er doorheen. Het is dus maar even een korte blok, weet je, maar dat ze er toch weer even uit zijn. Maar ik wil, en ik doe mijn hoedje op, ik heb een hoedje, dat doe ik dan op. Nou ja, dan doen die, als het al gaat hagelen, doet dat niet pijn, weet je. En dan mijn capuchon eroverheen. Ja, en het stormt trouwens, dus die capuchon waait ook weer af. Moet je er een sjaal eromheen doen, dat zou ook nog mogelijk zijn. Maar ja, oké, we proberen dat allemaal gewoon. Maar ik wens jullie natuurlijk ook nog weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Dat zou ik bijna weer vergeten. Hè? Ja, dat komt ervan. Maar het maakt allemaal niet uit. Nee, ik heb Luc al aan de telefoon gehad van de stichting MIEP. Ja, ik krijg nou op maandag hulp en op woensdag hulp. Nu van een vrouw en ik meende van Claudia of zoiets. Maar we wachten het af, ja. Ik weet niet wie het is, ik afwacht maar. Misschien kan ik er ook wel van, als het een heldenaars is, daar tegenkomen, weet je. Dat gebeurt wel vaker. En dan komen ze ineens bij je werken. Ook leuk, ja. Maar in ieder geval, dat is afwachten, dat zien we maandag wel. Maandag komt ook de nieuwe droger. Ja, dat was droger. Dus ja, weer een drukke dag, maar dat zien we dan wel weer. En ook Karen is dan weer van de partij. Dus ja, afwachten maar weer hoe dat reilt en zeilt. Maar ja, ik zou nog wat zeggen, ik weet het niet meer. Nee, dan zeggen ze meestal, is het een leugen geweest, maar nee, het was geen leugen. Nee. Nou, het maakt niet uit, ik ga gewoon, als ik er al wel weer op kom, dan kom ik gewoon, dat aan gaat ook weer even retour. En dan dat jaar moet ik dat in het gewissel laten, ik weet het even niet. Ik ga nou in ieder geval die twee doen. En die ligt een beetje te huilen, die grote. Maar het komt wel goed, ik zou zeggen. Gewoon genieten van de dingen die je gaat doen. Komt ook alles weer goed. Ik ga straks ook... Ik moet een jas eventjes spelden, want ik heb nog geen zin om die naaimachine op tafel te zetten. Maar ik ga het wel al zo vast zo ver klaarmaken dat er een beginnetje is. En dat is die jas van Mary, daar die washandjes inzetten als binnenbuzen. Ja, aan de binnenkant van de jas. Maar dat komt allemaal wel goed. En ik ga nou eerst met die meiden uit. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze. En tot later. Ja, lieve vriend, ik ben er weer eventjes. Ja. Ik weet niet hoe ik beginnen moet. Want
Ik had iemand mijn huissleutels gegeven. Deze bos, dezelfde bos, ja. En die was dinsdag nog hier. Niks aan de hand. Helemaal niks aan de hand. Gewoon gezellig aan de koffie gezeten en noem maar op. Maar de volgende dag kreeg ik te horen dat diegene hier niet meer wou komen. Oké, kon je dat zelf niet zeggen? Denk ik dan. Dus, ik heb wat appjes heen gestuurd naar diegene. Ook gevraagd om die terug te willen geven. Dat had hij in mijn ogen niet gedaan. Had hij ook niet gedaan. Maar hij was snikkie geweest. Vuil, vies, gemeen, stiekem. Daar dacht ik een hekel aan. Als ik zo lui. Zeg de waarheid. Vertel wat er aan de hand is. En doe niet stiekem en alles achter mijn rug om. En stiekem ergens achter neerleggen. Ik vind ze net, hè. Nou, ik ben zo boos op hem. Echt. Giga boos. En dan hield ik mijn hand boven zijn hoofd. Nou, die hand is er niet meer boven. Want ik ben pis of toppen. En ik ben achter meerdere dingen gekomen. Ik dacht dat hij schoon was. Dat hij mijn huisje schoon hield. Maar alles is waar. Behalve dat niet. Nee. Hij moet zich schamen. En heel diep schamen. Ik was tevreden, maar nee. Ik ben erachter gekomen. Die tevredenheid van mij, dat is ver beneden nul. Maar ja, ik had je al gezegd, je bent langzaam. Met andere woorden, wees een beetje sneller. Want met langzaam zijn, kom je er niet. En dat deed ik dinsdag boven, vrijdag beneden. Kijk, dat ben ik erbij, vrijdags. Daar zit ik erbij. Ik help ook hier en daar een beetje. Boven ben ik er niet bij. Nou, dan is het fijn om even stof of haren van de beestjes ergens achter te duwen of wat dan ook. Of ja, wat ook kan gebeuren, dat je de boel niet weg hebt gehaald en gewoon eromheen stofzuigen. Ja, dat kan ik ook, weet je. Dan hoef je al helemaal niet te komen, want dat ken ik ook. Want dan krijg je daar juist, en vooral de zomer, vlooienesten of spinnennesten, want dat hoopt zich op. Moet jij naar buiten? Nou, kom dan. Kom dan. Kom maar. Doei. Dat hoopt zich op. En dat is niet fijn. En die is ook boos. Nee. Nee. Zometeen. Hé? Ja, je hebt geen snoepje gehad, maar dat had Rijko Elving ook niet gehad. Maar jij bent niet zo idioot doen tegen een lieftallig poezebeestje. Maar in ieder geval, ik ben daar zo ontiegelijk boos om. Waarom? Ik heb hem geen haar gekrend. Ja, ik zei, je zit in mijn hart, want het was gewoon ook een lieverd, weet je. Nou, dus niet. Want dan flik je zoiets niet. Dus één keer uit mijn hart en gelijk blijf je eruit, hè. Je komt er nooit meer in. Ja, en dan ook nog beloftes maken die je nou ook dus niet nakomt. Want wat had je beloofd? Om zaterdag in je vrije tijd bij me te komen om mijn pc schoon te maken. Je bent een vuile, vieze huichelaar. Dat ben je. Ja, want ik kan hier ook zo slecht tegen. En dan nog iemand, hè? Mijn lieftallige surrogatische vriendin. Ja, Eniel de Helder. Mary. Daar werkt hij ook. Hoe vaak ben je daar geweest om te werken? Eén keer? Dacht ik. Zoiets. Je zou voor een tweede keer heen gaan, geloof ik. Of ben je al voor een tweede keer geweest? Nou ja, in ieder geval, dat weet ik zo uit mijn hoofd niet. Eén keer ben ik mee geweest. Ja. Om jou ook gelijk tevens de weg te leren. Maar als jou dan wordt gezegd van de keukenkastjes enzovoort. Wat is dat? Enzovoort. En de rest van de keuken. En niet alleen dat de keukenkastjes. Nee, maak dan de hele keuken schoon. Maar dat is er niet bij. Er staat nog een vaatwasser. Er staat nog een wasmachine.
Nog wasdroger, magnetron, noem maar op wat ze daar hebben staan. Maar nee, je maakt enkel de voorval van die keukenkastjes schoon en klaar. Gebruik je verstand, man, lui wezen. Hoe is het bij je eigen thuis? Ook een zwijnenstal? Zal je vriendin leuk vinden? Ja, niet dus. Maar in ieder geval, denk er goed om, meneertje. Dit komt wel in mijn vlog terecht terzijnertijd. Ja. En ik stuur het nou naar mijn lieftallige zusje toe, naar Mary. Dan weet die het ook en die kan gelijk verder van mijn part doordelen. Doei!